Hey Remco. Hey, hallo. Wat doe je daarboven? Niks. Ik kom wel even naar beneden. Oké, is goed. Hey. Hallo. ja. Maar jongens, ja. Hallo, hier is Kingo. Samen met Remco dus. En waarom heb je eigenlijk een Shanty Boost? Zie ik nu pas. Zoals ik al zei, ik ben nu level 11. Ik had even, of kwam er even level 8 aan. Ik kreeg Green Powder. En oh, ja. Ik heb nou Thorns 1 op mijn shoes. Oké, chill. Nice. Maar dus, we zijn weer bij Wingcraft, jongens. En Remco is inderdaad level 1, dus dat was zijn teleport skill. Ja, ik ben level 1. Ik ben level 1 natuurlijk. Je bent twee keer level 1. Ja. ik ben net gejoined. je bent twee keer level 1. Level 11, Delano. 11 dus. Twee keer 1. Ja, twee keer 1. Ja, nou. Kan wel rekenen, hoor. Nee. Uh-huh. Maar dus, dat is dus Remco zijn escape skill. En ik heb dan nog steeds altijd recht met het te houden. Yay. Dat is ook nog steeds vet. Hey! Maar en jij kan dat ook doen, ja. Maar dat gebruikt meer hunger voor jou, toch? Maar jij kan volgens mij ook... Voor mij is het iets sneller, maar dan gewoon... Moet je wel vaker wachten. Anyway, we zijn dus hier zo bij deze boot. En we moesten dus met deze mooie helmet moesten hier naar binnen. Ja. Dus ja, Remco, als je klaar bent, dan gaan we erin. Dan gaan we deze quest kijken wat hij nou precies doet. Dus let's go. Oh, wow. Oh. Oh, oké. Wauw. Oké, nou... Wat is dit hier? Kunnen we er langs, joh? Met het respiration, dan moet je... Voor mij moeten we nog steeds best snel zijn, hoor. Oh, en ik zie echt niks. Wat? Ik wel. Oh ja, nee, nu zie ik ook wel. Wacht, kan ik niet aan? Ik zie veel, maar... Wacht, kom. Nee. Nee, deze kant niet op. Oeh, het is wel moeilijk om te zien. Vooral voor YouTube, hoor. Dat zag ik niet naar boven. Oh, okay, je kunt dus niet naar boven. Hier recht en door. Oké, ik heb nog 4 bubbels, oh crap. Oké, 3. Oké, dit is echt een onderwater parcours iets. Ja, wauw. Oh shit, ik moet opschieten. Oh, maar had ik ook bijna. Oh shit, dat is glowstone. Wacht, hier zo. Oké, ik ben er. Ben je er? Oké. Ja, ik ben er. Ik ben bij de glowstone, even kijken. En hier zo. Eén hartje nog, één bubbel. Oké. Één hartje, zo. Dat is... Of één bubbeltje. Oké, en... En dat is deze, dit chest. Questbook updated staat er gewoon, dus voor mij is het goed. We moesten alleen even exploren van hoe dit eruit zag en zo. Oh, er zit er een map. Wauw. Waar is het? Kijk. Zit hier een map. Wauw, die ene dude is weer terug. Wat? Wat is die? Yup, die ene dude is weer terug, die Synplay van vorige episode. Oh, die zit er weer bij. Oké. Nou, dan er moet er wel iets zijn waardoor ze in 1, 2, 3 met ons kunnen vinden, hoor. Maar wat moeten we terug dan? Want er staat... talk back to Umango about the treasure you found. Hey, en ik zie een andere Mushroom Man. Dat is een nieuwe possible quest. Een level 12 quest, dat kunnen we hierna gaan doen. Die heb ik nog niet. Maar kunnen we wel doen. Ja. Oh ja. Nog een level 12 quest. Ik ben nog niet 12, hè. Maar we moeten weer terug, dus... Ja, we moeten terug. Dus daar gaan we, jongens. Hallo. Is er Remco? Wat zoek je? Oh, de afstand met Danny. Oké. Remco, je hebt je niet gemute, hè? Nee, weet ik. Opeens random afstand met Danny. Oh. Gaf hem ook eentje, Hierzo. Danny, hè? Er zit nog een doolhof. Ja. Dat was dus mijn vader die heeft in mijn kamer van. Oh, hey, stond die ook lekker op beeld? Huh? Oké, wacht. Nee. Waar moet ik heen? Denk, oh, Hierzo. Oké, 4. 6 hartjes over. Zet hartjes. Bubbles. Same shit. Dit is deze close. Close. Hier naar boven weer, ja. En dan die kant op. Voor mij was dit degene waar we erin gingen. Dan moeten we wel, anders ben ik zo dood. Ja, daar staat ze, ja. Dit zo, hier zo de gat. Nee. Maar waar is het gat? Wat? Hier zo. Dat zie je toch? Dat is hier. Oh shit. Fuck, ik zie het niet. Ik zie het serieus niet. Delano, het is hier terug. Ga er even naar beneden. Ik zie het serieus niet eens. Hier. Oh, hier zo. Wacht. Kijk. Nee, kom nou eens hier. Achter ik zie het serieus niet. Achter je. Kijk, ja, je ik kijk nu. Ik kijk. Rustig. Kijk. Waar? Ja, kijk, je ziet hier toch overal water boven en hier niet. Oh, wauw. Dat zie je toch? Dat leek alsof er een muur voor zat. Ik zag het serieus niet. Wauw. Nee, ik had maar 1 hartje damage. Nee, dat zag ik serieus niet. Nee, die zon zit ook in mijn beeld. Wacht even. Jongens, ik doe heel even mijn rollak naar beneden, maar ik zat dus echt geen moer in die paddencave, dus... 1 moment. Oké, ik ben weer terug. Dus ja.
Nou, het was echt de zon, daar kon ik echt niks zien. Ook back to Omango. Oh ja, natuurlijk. Natuurlijk. Oké. Okay. Let's go. Oké. Okay. You got it. You found the treasure. Oh, dat was hem al. Yep, dat was hem al. As promised, here's the part of the loot. We kregen de part of the loot. Dus we kregen heel veel experience. Wauw. 1500. 32 emeralds. Even kijken of dit wel klopt. Nope, ook niet. Maar... Lano. Ja. Party invite. Oh ja. Party invite. Party join a mystery darkness. Oh, nee, maar ik was echt... Dat hebben nee, jongen. Ik was zo fucking confused. Dat niet meer. Oké. En ik ben ook weer level dingen. En de server is uit in 2 minuten. Yay! Maar in ieder geval, ik ben nu level 12. Ik ben ook even wat spullen aan mijn character aan het geven. Hè. Fans. En intelligence. Ik wil dat ik wat meer honger heb. Oké. Okay. Even kijken wat ik voor de... Wat heb ik nog meer gekregen? Hebben we nou iets van... Ik heb schoenen gekregen die niet beter zijn. Ik heb leggings nodig trouwens. Goede leggings nog. Oh wacht, treasure boots. Nee, zijn minder goed. Skin cap, die ga ik nu weer switchen. Dus. Die ja. Water... Hebben we die... Zou die water... Die breeding helmets nog moeten... gebruiken? Geen idee. Ik denk het niet. Oké. Maar ik hou het voorlopig even bij. Want voor zelf, dat is weer 20 emerald blocks waard. Mushroom Man heb ik nou ook. Dus. Oh, die ben ook level up gegaan. Ja. Dus jij ook, zag ik. Mm-hmm. Oh, treasure boots. Oh, wow, wat? Ja, oké. Okay. Even kijken, waar is dat? Talk to Jaya. Jaya, the Mushroom Man. In Nifla Forest. Oh, op dus naar Nifla dan. Yep, inderdaad. En daarna wil ik nog eventjes naar een stad gaan die iets verderop was. Dat was volgens mij een level 10 stad of zo. En, want zeg maar, ik heb heel veel spullen in mijn inventory die ik wil verkopen voor geld. En dat kan je in die stad doen. Ik weet niet meer precies hoe die stad heet, maar... Oh ja, tuurlijk. Ja, kom maar, Remco, rustig. Wie is eigenlijk het snelste met dit dingen? Ik heb geen... Nee, ik ook niet meer. En kijk eens waar we zijn. Vlak naast elkaar, dus het is gewoon goed gebalanced. We zijn wel al een heel stuk verder gelijk, hè? Mm-hmm. Oké. Wat kan. Oké. Kom maar, Remco. Kom maar aan. Yo. Oké. Nou. Nee, de server! Ja, de server. Oh ja, hier is het weer. Oh jee, tot zo weer, jongens. En we zijn weer terug. En opeens hebben we split, jongens. Maar we zitten namelijk in een andere wereld nu. En ja, er zat er een chest. En deze dude is dus een van diegenen die ons de hele tijd in de chat aan het vragen is. Mm-hmm. En die heeft ons net speed buff gegeven, dus dat is wel vet. Speed. Ja, yep, ik moet hem ook nog tanken. Thanks for speed. Nou, oké. We moesten dus terug naar dat ene forest gaan. Die zit daar zo. Dus kom hier ook op. Ah, wat? Met deze kant op. Yep, en dan... Wauw, met deze speed gaat dat nog sneller. Oké, ik ben er. Ja, ik ook. Ik kwam meteen een regel aan. Dat is het enige nadeel van wat ik doe. Ik kan misschien het al meer doen, maar... Ik ook, hoor. Oh, jou? Het leek minder, maar... Ah. Nou, waar precies... Ik ga even kijken wat ik kan naast heb. Speed, jongen. Mm-hmm. Even kijken. Oh, spider. Nee, spider. Nee. Doe eens aardig. Oké, nou. Waar is dat die ene gozer? Dus, Jaya. De Mushroom Man zit in... Nifla Forest in min pak 300 en min 1700. Oké. Okay. Ja. Ja. Zo, en dan die kant op. We moeten nog 100 blokken die kant op. Wacht, Remco, zien we nog? Of... Je bent me weer kwijt. Nee hoor. Of bij vormen. Oh, oké. Okay. Hier zo. Even zien. Die kant is goed, dan die kant op. En daar zo, denk ik. Bij dat huisje. Ja, hier zo. Oké. Okay. Even pakken. Oh, jou! Ik span over en ik teleporteer op ineens in jou. In zo'n zombie. Oh, hey, er zit iemand in de boom. Zit iemand in de boom, wat? Kan ik ook zo in de boom komen? Denk het wel. In ieder geval, met Archer kan dat sowieso. Archer, daar kan dat sowieso. Maar... Ah, ik kan wel dit huis zo. Nee, ik niet, maar dan moet ik echt heel tricky doen. Oké, nou, het is gelukt. En ik vlieg meteen over. Yay! Oké. Oh, en ik heb een bow. Maar in ieder geval, we gaan... Ja, we gaan het... Oké. Ja. Oké, ik begin. Oké. Hey! What a coincidence! I actually need you. Yes.
You see, I'm out of redstone mushrooms. Yes, I need them. Mushrooms. Redstone mushrooms. Ah, okay. I have a little. I have a title to keep. Mushroom. I can't be called Mushroom Man if I don't have any mushrooms. Mushrooms. Yeah, mushrooms. Mushrooms. Waarom kan ik deze zombie niet aanvallen? Wat? Oh ja. What are you looking at? Get me. Three red mushrooms or something. I'll give back the money someday. If you care that much. Okay. Dus we moeten dus mushrooms vinden, maar die zitten hier overal in het bos volgens mij. Dus. Of kan je die niet plukken? Nee. Nou, dan gaan we eens kijken. Nee, hoe kan je die? Hè? Moet die ergens zo'n speciale plek harvesten of zo? Heeft het dan al niet. Hey, Kerst. Heeft het dan niet gezegd? Wacht, mag ik die? Want ik heb al tijd gekust gehad. Weet ik, ik kan ook nu niks meteen hem zeggen. Ja. Waar zag je die kist? Wat? Waar is die kist? Ja, die had ik zeg maar al. Ik had hem al gepakt en ze zei: ja, mag ik hem? Man. Ja, nee, oké, okay, maar in ieder geval wel eventjes wat. Er zat niet zo. Wat Sharon? Oké, maar ik ben even aan het zoeken waar je nu de mushrooms kunnen vinden. En mijn paard blijkt wel aan het trainen. Three red mushrooms, and give the money back. Oh, wacht. Get me three red mushrooms. I'll give the money back someday. Dus je moet je ergens gaan kopen. Oh ja, moet je mushrooms kopen. Hoezo doet mijn attacks niks meer? Ja, dat was ook bij mij. Oké, er is iets aan het buggen volgens mij. Wacht even, jongens. Ja. Nee, het doet helemaal geen schade. Wacht even, dus even kijken. Misschien moet even een setje van lobby of zo. Wacht, doet het daar wel? Ah, wat? Ik kan er wel gaan aanvallen, maar. Bij mij is er iets raars. Ja, ik had het dus ook. Ja, voor mij is het een beetje gefixt, of niet? Nee, want dan doe ik mijn special move en dan gebeurt er niks. Het is raar. Oké, maar waar ben je? Want ik ben terug bij de Yaha. Bij de Yaha gebeuren. Ik ben ergens bij een huis. Ik dacht misschien even kijken wat hier verkoopt dan of zoiets. Maar... Mm-hmm. Nee, ik heb geen idee waar we naar moeten komen. Dus ik ben bang dat we eerst de wiki op moeten. God dang it, dit is irritant. Dus dan zet je ook meteen even van dingen, want ik kan echt niks doen hier. Dus ik bezoek even een andere lobby. Delano, ik heb hier een kist. Ja, pak jij maar hoor, want nu ben ik te ver weg. Want jij loopt toch alleen maar alle kanten op. Nee, maar dan switch je even van de server, hè? Ja. Dus tot zo. En we zijn weer terug, jongens. En hopelijk is het nu een beetje rustiger, want het was een beetje hectisch net. Ja. Yeah. Met allemaal rare dingen en zo en alles. En we zijn nu ook achtergekomen waarom iedereen ons de hele tijd herkent op de server. En dat is, je kan iedereen aan je vrienden lijst toevoegen. Dus ik heb net Remco even toevoegd. Zonder dat hij het kan goedkeuren, zeg maar. Dus waarschijnlijk hebben mij toegevoegd en Remco toevoegd. En elke keer als we online komen, op dezelfde server, dan zien ze dat. Dus daarom zoals, is de hele tijd zeggen, hey en alles. Zoals je het nou bij mij ook ziet. Ja, bij Remco werd meteen alweer gestart als hij opkwam. Niet dat het erg is, jongens. Jullie mogen dat best doen. Alleen, als we gaan filmen, dan reageren we niet. Dus dan weet je. Mm-hmm. Oké, maar wat is het dus nu gaan doen? We gingen op zoek naar van die red mushrooms. We zijn een klein stukje weggelopen, alsof we daar zijn volgens mij. En waar we naartoe moeten? We moeten naar een stad. Ik weet niet meer wel hoe die stad heette. Wacht, heel even, jongens. Even snel. De stad heette... Elkern, zoiets. En dat zit hier niet zo gek ver vandaan. Dus ik moet nog even snel de coördinaten daarvan... Even onthouden in mijn hoofd. Waar dat precies is. En daar kan je dus mushrooms kopen. Dus x is 10. En z is min 1200. Dus oké. Okay. Dan pak gewoon 0. 0 en min 12. Wauw, dat is nog best end. Dat is een heel end die kant op. Maar ja, let's go. Ja, let's go. Dus ja, dat is best wel verder. Je ook echt ver moet travelen om spullen te halen. Dat je het niet zo twee blokken verder of zo. Dat je dan al dingen vindt, hè. Dat vind ik wel sick gedaan, of niet? Ja. Ja, ik rush er een klein beetje door en af en toe kill ik wel eens iets. Dus ja. En ik wil echt eigenlijk level 16 zijn, want dan krijg ik dus mijn upgrade van mijn van deze. Boom, van mijn bash. Boom. Kabloom, kaboom, kaboom. Kom, Lano, ja, we gaan door. Wat is dit? Oh, is gewoon iemand die daar staat. I'm hiding, you can't see me. Ja, okay. Ja, ik ga meteen door. Ik hou af en toe de dingen ook eens bij. Oké, we zijn al bijna goed wat betreft de X, dus we moeten nog heel aan die kant op. Wacht, waar? Nee, zo. Weet je deze kant op? Ik zie nou opeens een boot daar. Oh, Remco? Remco! Wacht, waar ben je heen? Waar ben je echt? Oh, bij die boot helemaal, serieus? Ja, yep. Recht vooruit. Oh, het is hier zo dus. Nee. Dat is de PvP town, dit. Ja, Remco, andere kant op. We moeten die kant op. Kom.
Oké, dus daarom is het ook belangrijk dat je bij elkaar blijft. Vooral op deze grote map, waar je echt aan alle kanten op kan gaan. Ja, en ik heb ook, hè? Ja, je hebt natuurlijk geen minimap met dingen of zo. Heb jij een minimap dan? Hey, Junk Merchant. Junk Merchant. Oké, dat is het. Oh, hier is trouwens die ene. Zombie Pains. Hey, Remco, voordat we. Je wordt aangevallen door Skeleton. Wauw. Maar Remco, wat ik dus eventjes wil vragen aan je. Ja? Voordat we dan deze quest gaan doen, zullen we eerst eventjes je inventory legen? Want ik heb echt heel veel spullen die ik. Waar ik eigenlijk vanaf wil. Ja. Oké. Dus dan moeten we eigenlijk naar de stad heen. Die weet ik ook toevallig nog te liggen. Dus dat moeten we hier langs gaan. Dan vertel ik wel een beetje wat de rest allemaal is. En dan kun je ook wat laten zien alles. Dus kom je? Ja. Ik kom al. Ben er al. Ja. Hoi. Wauw. Ah, kom al. Ben er al. Oké. Nou. Maar, dus dit is. Dit zijn VIP dingen. Dus die kunnen wij niet in, helaas. Maar wat zijn? Wacht even. Je zei van Z nog iets? Oh ja, Deathless. 300 blokken ongeveer. Okay. Oh, wacht. Moeten we nou naar Deathless toe? Ja, want daar is. Dat is blijkbaar een hele grote stad. Dat is zeg maar ook weer een capital city. Dus daar kan je heel veel. Doen. Heel veel traden en ruilen en verkopen en kopen en zo. Dus wel gewoon even heen gaan voordat we verder gaan naar de. Hoi. Hey, Remco. Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Ja, het ziet er cool uit. Allemaal van de firework effects en zo. Want ik zie jou gewoon sowieso recht vooruit gaan. Wat zit hier? Nee, bij jou zitten wel een paar kwartels bij. Waar zit hier? Oh, goed. Oh, dit is een van de dungeon ook. Daar ben ik ooit een keer in gegaan. Skeleton dungeon? Volgens mij hebben we die later voor nodig, Kan. I'm not bothering right now. Dus we moeten verder. Niet zo. Oh, heel nieuw. Een boom. Hey, sheep! Hoppa. Oh, die ziet er fucking grappig uit hier zo. Mm-hmm. Ja. Wow. I'm annoyed. Maar is dat Deathless hier? Ja, nee, nog iets verder. Het zat volgens mij in muren. Dus we moeten even kijken. Wat is de. Wat? Oh my god, lava. Laat zien, wat heet oh my god lava? Ja, maar dat niet. Nou, kijk, daar heb je de muur al. Ja, daar is het. Dus jongens, dit is Headless. Dat is vet. Yay, en ik kan nu niet sprinten. Ik ook niet. Ik wacht al even, ik kan sprinten. Dus dit is Deathless, jongens. Dat is de derde capital waar we in zijn geweest. De tweede was die een aan het strand. En de eerste was natuurlijk Ragni. You are now entering Deathless. Oeh, is candy. Oeh, is mine. Ja. Was het. Maar. Maar Lano. Epic Bell. Ik kreeg trouwens daarnet te horen dat een paard 24 emeralds bloks kost. Oh, wow. Dat is best expensive. Ragni's Armor Merchant. Mm-hmm. Ja, maar waar ik dus heen wil gaan. Of wacht, ja, je mag even rondkijken. We kijken ook wel een beetje rond. Hij is een beetje in de muur van me. Yeah. Allemaal van die low-level dingen. Maar volg je me even, Remco? Want dan leid ik je eventjes naar de plek waar ik dus. Want ik was even met mijn Archer. Ben ik al een beetje hier naartoe gegaan, dus ik weet al dat hij hier zit. Hier zijn item buyers en hier kan je dus gewoon. Dat werkt eigenlijk best wel vet. Je moet zeg maar iets van armor of een wapen moet je erin zetten. En dan geeft hij je de random hoeveelheid emeralds weer terug. Dus ik zette net een Harry Cap in en ik kreeg er niks van terug. Afzetten. Nog een Harry Cap, nog niks. Een wapen, zo'n site. Nu krijg ik er 8. Oké. Wacht, Remco, ga bij die ander staan, anders pak je misschien de emeralds op. Ik weet niet eens of dat werkt. Maar... Nee, dat pakt. Oh nee, je krijgt ze meteen niet terug. Oké. Okay. Dit ding, oh, kijk maar. 1 emerald, woehoe. 5 emeralds, dus dat is best wel vet zo. Ik heb echt een paar fucking super boos gekregen. Dus. En daar heb je hem, die vent. De vent, die gozer. Zo, 7 emeralds en nu. Die mij net zat te praten. Dat is deze gozer. Nee. Yes, ja, kijk, ik begrijp nog steeds niet hoe je ons kan vinden hoor, maar. Nou. Ik had zeg maar gezegd, hij zei zeg maar, kom naar Deathless. En ik zei, ja, we zijn op weg. Oh, wauw. Nice. Oké, ik hou deze bodus, want die heeft 10 tot 18, veel voor mijn andere dingen. Jou heb ik niet nodig, denk ik. Nee. 3 emeralds. De emeralds vliegen alle kanten op. Iron mill, 9 erbij. En kijk, nu hebben we al, ja, dat gaat lekker dit. Dus. Oh, wacht, die breeding helmet. Oh, nee, lukt niet, dang it. Nee? Van die quest, nee, dat werkt niet. Ah, oh, ik heb hetzelfde item. Wat is het nou? 9 van een stelletje boots. Treasure boots, weet je die? Je hebt 8. Nice. Oh, en ik heb green powder gekregen. Kreeg je niet van die gozer? Het zou kunnen dat daar. Oh, nee, dat is niet anders. Dat kan. 8. En iemand anders kent het hier ook weer. Hey.
deze twee zijn het nou. Oh. Oh, lol. Oké, okay, maar goed. Ik ga nog even snel wat meer verkopen. Kom. Twee emeralds, hier nog wat. Eén emerald. En nog drie emeralds. En dan de depressing, die hou ik voor de rest. Oké. Okay. Dus ik heb nu 1,5 stack emerald plus een emerald blok. Dus dat zijn 2,5 stack emeralds. Dus. Oh, wow, nice. Hoeveel heb jij? Het lekt even. Ik heb bijna 2 stacks met normale emeralds. Oké, okay, nou Remco, en dan moet je me nog even volgen naar de bank. Want nu kan je die emerald stacks kan je allemaal inruilen voor bloks. Oh, en ik heb speed. En dit is trouwens... Oh, dit heb ik nog niet gevonden. Nee, dit is een liquid. Dat is, Oh ja, dan heb je liquefied emerald. Dit is dus goud waard, dat liquefied emerald, serieus. Dat is het goud van Maar van waar zit die dingen dan? Die, Ik zou eens weer ergens in een van deze gebouwtjes. Maar ik denk hier. Hier binnen, of zo? Oh nee, wacht, dit zijn de stallen of zo. Nee, wacht. I'm confused. Ik weet niet meer, moet even zoeken. Ik zag hier net een bordje met bank of zo. Oh, het is gewoon daar binnen waarschijnlijk. Nee, bank zit hier, wat? Wat, waar? Armor. Bank zit hier. Er werkt een bordje naar hier. Oh, het is daar binnen. Daar zijn. Want ik zie de coin op de dingen staan. Ach, wacht, waar ben je nou? Wacht, ik loop even terug naar die stands. Wacht even. Okay. Ja. Oh, daar zo. Hier zo, kom. Daar zo. En dan zie je op dat bordje zie je een van die emerald coins. Van die eigenlijk gold coins, maar. Dat is gewoon hier zo, ja. Okay. En dan kan je hier. Dus. Hallo? Ik wil graag die hapbal. Ja, geef me maar een blokje. En dan hebben we 2 bloks en ja. Ik heb ook bijna 2 bloks! Bloks! Niet verkeerd. Nee, maar serieus niet verkeerd. Oké, okay, en het eerste van wat ik wil doen is een nieuw wapen. Want de fire, de bullseye heeft me goed gediend. Alleen ik denk wel dat ik het beter kan. Dus ik ga even op zoek naar de weapon person. Oké, okay, Remco? Hij kan een password regelen, zegt hij, denk ik. Echt waar? Ja. Wacht, welke doet? Ik ga hem gewoon eens volgen. Kom eens hier zo heen. Oké, okay, is goed. Hierzo. Ja, ik ga hem volgen. Oké, okay. Als we een paard nu al kunnen krijgen, dat zou heel nice zijn. Dat zou awesome zijn. Dat zou serieus awesome zijn. Het is vlakbij. Ja. Oké, okay. We volgen hem wel even. Hij zei daarnet dat hij 24 blocks kostte. Maar als hij dat serieus ons wil geven, is het meer dan die Bob tier, dus dan ben ik wel blij. Oké, okay. Ja, we volgen je. Weer following you. Yes, master. It's gorgeous. The assistant. Oh yeah, assistant. Lego! Okay. Lego. Lego? Bio, bio, bio. Is het hier? Ja, die gozer gaat het ook doen. Hé, hey, wacht op mij! Ja, denk het, ik kan niet meer doen. Kom op, sprint. Okay. Kom nou. Ja. Ik jullie op Skype. Nee, dat gaat niet worden. Nee. Het is kijk, ik heb al te veel. Ik heb al te veel fans op Skype zijn, zeg maar. Het is te druk. Mm-hmm. Dus, sorry. Mm-hmm. Oh, we zijn bijna bij de zand dingen, man. Oké. Okay. Oh, wauw, nu iets zeg je. Wow. Alleen moet je glitchen. Oh, hier is het binnen. Horse Merchant zit hier. Yep. Oh, wauw. Wat? Oh, we moeten eerst met deze dude moeten praten. Oh, ik moet pas... Oh, Remco. Nee, dat lukt niet, want je moet eerst met deze dude praten en daarvoor moet je een quest voltooien van level 34. Dus. Nee, hij zegt dat je erheen moet glitchen of zoiets. Ergens, iets in die richting. Oké. Ik ben er niet. Hallo? Oh ja, 24 blocks, dat is nou jammer. Ja, ik kan het niet doen. Oh, wauw. Nee, oké. Okay. Maar dan weet je in ieder geval dat het hier is, dus dat is wel nice. Hé, Remco? Mhm. Nee, ja, maar ik kan we kunnen het niet van nu nog niet kopen. Want we hebben sowieso niet genoeg bloks. Oké, okay, maar kom je weer, Remco? Wanneer? Oh, wacht. Oh, nou blijf ik daar. Nu zit je daar vast. Oh. Wait. Als ik ze hebben die, ja, inderdaad. Ja, Remco zit vast forever. Hey, Remco. Hey, Remco, dan gaat hij goed, hè? Word daar maar even level 34, ik zie je dan wel, doe! Oh mijn god, wacht. We gaan even proberen Remco eruit te krijgen. Ik stop even mijn record, want het kan lang duren. Oké. Okay. Okay. Dus dat is zo. Be right back. Oh wow. We zijn terug. Ik ben dus eruit gekomen. En
hoe ben ik eruit gekomen? We zijn gewoon andere lobby gejoind. En dan ben ik gewoon helemaal in het begin gekomen. En dus, als je bij mij kijkt, dan heb je dit beginstukje niet gezien. Maar ik ben... dus het beginstukje, je begon dus gewoon hier zo. Moest hier zo wat dingen doen. En dan... een stukje lopen. Wacht, joep. Dat is ook echt zo'n Remco gebeuren. Het slaat ook nergens op, want we lochten uit. Het staat er in the Fantasy to explore it in the wilderness without a proper leather cap. Je moet zo'n leather cap gaan kopen ook. Wauw, dude, wauw. What the hell? Oké, maar ik ga ondertussen even kijken voor een beter wapen dan, terwijl jij terugkomt. Serieus? Kom je terug naar Deadless, of? Wacht. Ik... Wauw. Ik heb naar Natsu Cap gekocht, hè? Mm-hmm. Oké, nou kan ik wel lopen. Ik kon daarnet gewoon niet lopen. Wat? Oh, hey, wauw! Oeh! Wat? Wat? Zo, ik zit in het beginstuk. Ik zie een kist. Wat zit er in die kist? Legendary Legs. Wat? Wat? Golden Legendary Legs. What the fuck, gast? Mind is blown. Ik ben klaar, nee. Remco heeft de grootste geluk met deze glitches ooit hoor. God. What the fuck? Wauw. Lekker Remco, what the hell jongen. Oké, maar als je in ieder geval... ik zou zeggen, pak wat meer kisten. Misschien heb je mazzel of zo deze. Oh, hier is in de webmerch. Okay. Maar wauw, legendary. Die wil ik zo wel even zien, eventjes. Gewoon in dat beginstuk, hè? What the fuck, hoe kan dat? Weet ik veel. Wacht, gewoon random op de grond of zo? Nee, gewoon een kist. Wat, hoe kan dat, man? Dat is echt gewoon fucking vaag, maar oké, Ja. Oké, ik heb dus level 18 likes, legendary, dus Level 18, hoeveel defense hebben die dingen? Waren het 36, boots of leggings? Want... 36 leggings. Leggings. 36. Wauw, dude. Jezus. Dat is fucking goed. Oh, nou ja, lucky dus... Lucky donder, Remco ja. Hier, hè. Ik heb nog niet eens een rare fucking panzerstuk gevonden. Wat? Ja, ik vind legendary. Oké, nummer... anyway, ik ga dus... dus voor degene die het niet weten, legendary is het beste wat je kan krijgen. Hoogste rank. Oké, nou, ik ga in ieder geval een wapen kopen, dus Remco maakt zijn komt langzaam terug naar Deathless. Oh, wow, dat is echt nice. Delano, zit je... Oh, je bent weer terug aan Deathless, of niet? Ja, ik ben terug. Oké, 7 en 9 is beter dan dit, dus, yep. Die gaan we kopen. Oh, dat was echt nice, man. Ik ga deze gewoon kopen, ook al is straks een waste. I don't give a shit. Okay. Nice. En nu ga ik dit ding, dus ik ga denk ik eerst even één blok switchen. Oh, even wachten. Echt weer gewoon een geluk bij een ongeluk, hè? Niet normaal. Wauw. Goddammit. Oké, ben ik er. Dus we pakken hem even. Maar in ieder geval, wat ik dus nu ga doen is even wat ze identifyen met het nieuwe wapen. Dus ik heb nu een Spruce Wound Spear. We gaan even kijken wat we tot we dat kunnen boosten. Het is in ieder geval meer damage dan dit, dus dat is in ieder geval sowieso nice. Oh, maar... Ik ga wel heel veel dingen kwijt. Hey, dat zou echt wel zijn. Als ik dan daar zo terugkwam... En dan... Was ik gewoon level... begon ik echt als level 1. Ja, nee, dat zou echt wel zijn, ja. Daar sprak ik eigenlijk wel van, hoor. Dat zou zijn. Ik ook. Ik denk zo, wacht, wat? Maar ik heb alles nog. Maar dat is echt een hele, hele rare glitch. Wat wel. Ja. Maar dus, in ieder geval... Dat was dus het beginstuk die... die mensen bij mij nog niet hadden gezien. Oh, hier zit allemaal gewoon zijn diamond gear ineens. Ja, ik moest gewoon de leather cap kopen, anders kon ik... Oh, die ene doet ze terug. Hé? Oh, dus je moest dat echt kopen? Ik moest dit echt kopen. What the fuck? anders dan werd je het terug geteleporteerd, weet je wel? Je moest de leather cap voor wandering in the wilderness. Oh, wat? Hé, maar ik had er geen gekocht toen. Volgens mij, ik heb die nooit gekocht. Oké, Armor Merchant hoeft niet. Wat ga ik er doen? Ik zoek die Identifier. Waar is dat Identifier? Die zat hier binnen volgens mij. Ja, heb je die quest met die Mercers al gedaan? Nog niet. Nee. Wacht. Hier. Oh, wacht. Moet je rechtermus nog met dit ding doen? Oh, nee, tuurlijk. Dat kan niet. Want ik kan... Ik moest er echt... Oh, dang it. Waarom heb ik dan die ene weg gedaan? Jammer. Wat? Wat is het? Hm?
Het is een boot. Ik heb gewoon een boot gekocht, weet je. Maar dit is echt waar. Wat doet die boot? Wacht even. Een boot? Boot. Ja. Ik vind deze boot misschien een keer crown even mijn dingen kopen, maar... Oké, dan ben ik echt even aan het twijfelen. Wat zou ik doen? Die bullseye heeft 4 tot 7 damage of 4 tot 9 damage. Waar kan ik hier dan dat ding opzetten, die sharpness? Ja, oké. Okay. Laat maar, dan kies ik die wel gewoon. Dan ben ik alleen van mijn vuur af. Ach wat. Ik hou hem nog voor de zekerheid als deze echt slechter blijkt te zijn. Dus heb ik dit voor niks switch, maar ja, dat zal dan even houden zo. En ik heb... Oh, wauw. Ik heb hier wat healing van healing 2 potions. Maar dat was echt junk merch. Dat was echt raar, jongen. Dat was super raar, maar super mazzel. Wacht, we moesten toch door die town heen naar dingen toe? Ja, oké. Okay. PvP wacht. Arena. Oké, wacht. Oké, Remco. Volgens die Mike is de mushroom quest die we nu doen een hele rot quest. Want we moeten een heel stuk lopen voor die 3 red mushrooms, hè? Volgens hem, zodra je die 3 mushrooms hebt teruggebracht, vraagt hij om nog 1 brown mushroom. Dan mag je dus weer terug. Dus we kopen meteen 1 brown dan, voor de zekerheid. Want dat zegt hij in ieder geval. 1 brown? Ja. Koop gelijk 1 brown en 3 red. En 1 kom. Oh, we moeten ook meteen een kom kopen. Oké. Nice. Tips. Dus ja, tips. Nou, thanks. Ik heb hem bedankt, hoor. Dus... Maar, Nou, dat is cool. Waar is Remco? Is terug bij het begin, want dat was wel raar. Oké, maar dan ga ik dus nu even skippen tot we bij elkaar weer terug zijn. Ik ben er. Ik loop terug. Hoi. Oh, hey. Alleen, mijn vader die gaat slapen. Die gaat slapen. Ja, dit lijkt me ook wel een mooi moment om ongeveer te stoppen dan. Dus Mike, bedankt voor je tip. Dus we gaan er echt wel wat gebruik van maken. Zodra we even om de mushrooms zijn, dus dat gaan we doen in de eerste van de episode. En dan, laat die nog eventjes zien. Die wil ik nog heel even zien als een afsluiter. Dus eventjes traden. Oh, nee, rechter mes komt staan. Ja, gewoon shift en rechter mes. Die moet ik dus echt even snel zien. Ja, wacht. Oké. Oh, wacht. Wat doe je? Zo. Je wordt aangevallen. Even terug. Wat? Hier zo. Hier heb ik. Ik wou net zeggen dat je niet opeens kwijt was, hè? Oké. Wacht, zo. Hier. Hoezo kan... Even kijken. Lemon legs. Holy crap, Remco. Dang it, joh. Oh, so nice. Oké. Nou, in ieder geval, Remco, de grootste gelukhebber van de hele server op het moment, werd door de glitch teruggezet en krijgt daardoor Diamond of Emerald. Of nee, Legendary Gear. Legendary, ja. Oké, maar in ieder geval dus bedankt voor het kijken, jongens. Hopelijk hebben jullie genoten van deze episode. Op zich was het een beetje rommelig in het begin, maar dat maakt niet uit. Aan het einde ook. Maar in ieder geval, het was altijd wel leuk. Dus hopelijk gaat het in de volgende sessie van de episode veel beter. Maar dus vergeet natuurlijk de video niet te liken voor meer. En dan zien jullie weer terug in de volgende dingen. Dus Mike, gezellig een beetje op de achtergrond erbij. En ja, bye bye. We'll be right back.